Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. Et regardez, Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Ouais. La petite faute de Pogacar qui sort large. Ouais, c'est chute de Pogacar. C'est parti pour Christophe. À la voilà. 400 mètres pour Christophe Laporte. Jonas Vingegaard qui va remporter le Tour de France. De Tour de France is voorbij. Leve de Tour de France femme. En die is als een sprookje begonnen voor ons België. Met een fenomenale ritzege en de gele trui voor Lotte Kopecky in Clermont-Ferrand. En bijna een tweede Belgische ritzege. Een man die dat ook meegevolgd heeft, is Guy van den Langenberg. Dag Guy. Dag Michael. Jij bent van alle markten en alle pelotonnen thuis, hè? Absoluut. Ja. Ja, we hebben samen naar de etappe gekeken, de vierde etappe met aankomst in Rodez. En wie Rodez zegt, die zegt... Greg van Avermaat. Ja. 2015... Zijn eerste ritzege ooit in de Tour. Ja. In een beklijvend duel met Peter Sagan, dus een spurt bergop. En je had altijd gedacht van, Sagan gaat erover komen, maar Sagan kwam er niet over. Sagan was toen nog een fenomeen uiteraard, reed ook in het groen op dat moment. Maar Greg won en daar is de Greg van Greg net niet eigenlijk veranderd in de Greg van Greg net wel. Mm. Hij werd het jaar erop Olympisch kampioen. Hij heeft dan ook redelijk wat klassiekers nog gewonnen. Dus ja, enfin, blijft zeker voor Greg, maar ook voor ons een stad om te koesteren. Ja. En ik moet zeggen, dat camerastandpunt op het moment dat Demi Vollering daar dan ook die heuvel opkwam, ja, ik had echt flashbacks naar hoe inderdaad Greg en Peter Sagan daar dan zo... Want het is echt stijl, hè, daar. Het is een pittige aankomst, ja. Ja, pittig, oké. Eufemisme. Nou, wat voor etappen hebben we gekeken? Het was best wel geanimeerd. Beetje warrig soms ook. Gebeurde van alles, hè? Ja, dus er reed eerst een kopgroep weg. Een op het eerste zicht ongevaarlijke kopgroep. Maar die kregen wel 10 minuten. En dat is iets wat je eigenlijk zelden ziet in het vrouwenwielrennen. En tegenwoordig ook niet meer in het mannenwielrennen. Maar bon, het gebeurde dan toch. En er is er eentje overgebleven. Yara Kastelein. Daarachter gebeurde ook heel veel. Met toch acties waarvan we dachten van... Lotte Kopecky die toch een paar keer aanviel. Die dan ook een kloofje kreeg. Die er dan toch een... Ik toch wel een tiental kilometer voor de groep met de favorieten heeft gereden. Ze zei dan achteraf dat het eigenlijk de bedoeling was dat Demi Vollering de brug zou slaan en dat ze dan met twee zouden proberen om weg te rijden. Dat is helaas niet gelukt. Haar kopvrouw voor het klassement, hè, in principe. Ja, dat is... daar hoeven we geen tekening bij te maken. Dus de bedoeling is om Vollering in het geel naar... Ja, niet naar Parijs, maar naar Po te krijgen. dan zit je met duel Vollering van Vleuten. Ze zijn ook heel even weggereden met twee. Hebben dan in Rodez ook nog een sprintje gedaan. En Vollering sloeg sowieso een kloofje van 2 seconden. Pakte dan ook nog 6 seconden bonificatie, terwijl Van Vleuten net vierde was. Want er zat nog een van de vroege vluchters, bleef of plaatste zich tussen Vollering en Van Vleuten. Wat ook vreemd was, is dat Vollering heel even dacht dat ze voor de winst aan het sprinten was. Wat in deze tijden toch moeilijk te geloven is. Maar bon, het gebeurt altijd en het gebeurt overal. Ik denk dat Jasper Philipsen er ooit ook is overkomen. Ja, inderdaad, dus die juichte zelfs uit volle borst. Het was een beetje een pijnlijk moment. Ik denk niet dat hij daar nu nog graag aan herinnerd wordt. Ook. Maar bij deze, Jasper, jij hebt het ooit ook gedaan. Ja. Nee, maar ook dat was een beetje een flashback, want ik ben dan het interview van Lianne Lippert, die... 2 dagen eerder in de tweede etappe gewonnen had, de Duitse van Mobistar. Ergens dacht ik van, tja, ik heb dit in deze Tour de Femme nogal gezien. Iemand die dacht dat ze al dan niet voor de overwinning aan het sprinten was. Ik heb het interviewtje herbeluisterd en Lianne Lippert zei ook, op het moment dat ze Lotte Kopecky klopte in de tweede etappe, ja, ik wist niet zeker of dat er nog een groepje voorop was. En
als je dit dan vandaag weer met Demi Vollering ziet, hè, want ze kwam over de meet en het eerste wat ze deed was in haar microfoontje spreken. Van, je zag zelfs bijna de betere liplezers, die is van, was dit voor één? Mm. Dat twee keer gebeurt, wat is er aan de hand? Werken die radiootjes niet goed of is dat toeval? Ja, ik zou het toch op toeval willen wijten, ja. Want net zoals bij de mannen wordt er eigenlijk wel goed gecommuniceerd bij de vrouwen. Ja. Dus ja, het is nu twee keer. Ik denk dat Vollering, ja, er werden op het einde natuurlijk heel veel rensters opgeraapt. Dat klopt wel, het was wel een warrige fase. Voilà, ja. En dan heeft zij misschien gedacht van, tja, hebben we nu ook ja, hebben we nu iedereen opgeraapt. Ja. Maar bon, langs de andere zijde, de Kastelein was al, denk ik, toch al meer dan een minuut de finish gepasseerd. Dus dan zouden we toch al wel van ja, geweten moeten zijn. Maar bon, je bent aan het sprinten en dan denk ik niet dat je nog aan het luisteren bent naar wat er ook al, in je oortje gezegd wordt. Ja. Dus ze was ook niet volledig overtuigd dat ze won. Ze zag ook wel dat er twijfel was. Ja, dus, ja. Dus ze dacht wel van, tja, er moet denk ik nog wel iemand voorrijden. Dus ik zou het nu niet een monumentale blunder willen noemen. Wat voor haar veel belangrijker is, is dat ze die 6 seconden, of wat is het? Nee, 8 seconden. 8 seconden, op, 8 seconden terugneemt. Enfin, niet terugneemt, maar uitloopt op Annemiek van Vleuten. Dat was voor haar veel belangrijker dan het feit dat ze nu al dan niet gewonnen had, denk ik. Maar laat ons niet vergeten, de vrouw in het geel is nog altijd Lotte Kopecky. Morgen denk ik voor de vierde dag dat ze start in het geel. Ja, zij pakte op fenomenale wijze die gele trui in de openingsetappe in Clermont-Ferrand. Ja, was een klimmetje op een tiental kilometer van de finish en daar reed zij weg. En blijkbaar zat ze daar wel al heel lang mee in haar hoofd. Hè. Uiteraard heeft ze dat, slim als ze is, niet gedeeld met de buitenwereld, maar het was blijkbaar een beetje een running joke met haar beste vriend. Mm. Ze stuurde elkaar regelmatig berichtjes met 10 kilometer, doelend op de afstand van die klim tot de finish. Verrast je dat ze dat klaargespeeld heeft? Niet meer. Ik bedoel, dit soort etappes met een profiel waar je klimmetjes hebt van tot 2, 3, 4 kilometer, die zijn allemaal op het lijf van Lotte geschreven. En eens je haar een kloof geeft, dan is ze ook in staat om die te behouden. Ik bedoel, ze heeft ook heel goede tijdritcapaciteiten, dus ze kan heel goed alleen rijden. En dat heb je ook in de ritten gezien die daarna kwamen. Ik bedoel, ze wint de eerste etappe, ze is tweede in de tweede etappe, ze is derde in de derde etappe. Dat wijst erop dat je gewoon... Ja, dat je al die parcoursen heel goed aan kunt. Ik vond ook wel, tappen van vandaag met die finish in Rodez, als ze die inspanning niet levert, dan denk ik dat ze in de sprint, enfin de sprint, die sprint bergop, dat ze ook wel de maat kan nemen van Vollering en van Vleuten. Maar er was een plan en het plan was om van Vleuten te isoleren en om met tweeën naar de finish te rijden. Dat is dus niet gelukt. En ik denk dat de krachten die ze daar verbruikt heeft, dat er die voor gezorgd hebben dat ze vandaag op een klein kloofje kwam. Maar dat was ook geen ramp, omdat ze voldoende voorsprong had om het geel te behouden. Ja. Vandaag hebben we inderdaad strijd gezien voor dat algemeen klassement. Want de voorbije dagen, dacht ik, zijn ze nu echt aan het wachten tot zaterdag. Zaterdag de rit met de Tourmalet, waar we allemaal verwachten dat de ronde toch beslist zal worden. Het kan natuurlijk ook daags nadien nog eventueel verschuivingen in Po, maar zaterdag wordt echt... de dag, maar vandaag zagen we wel een poging om van de klassementsrenners om proberen de concurrent... Ik denk dat vooral Van Vleuten wilde weten hoe goed dat Vollering was en dat Vollering wilde weten hoe goed dat Van Vleuten was. Ja, dus, ja, want tot dusver hebben ze gewoon in mekaars wiel gezeten, that's it. Absoluut. En ze geven allebei een goede indruk. Ja. Ik bedoel, Vollering is... Als je Vollering ziet fietsen, is mooi. Dat is een streling voor het oog. Terwijl Van Vleuten dat is een beetje harken. Maar het gaat natuurlijk ook enorm snel vooruit. Ja. Dus ik durf nu niet zeggen, want die gaat de Tour winnen. Ik had bij de start toch wel een licht voordeel voor Vollering. Omdat iedereen toch wel, bijna, hè? Ja. Gewel, haar seizoen. Ja, en ook... Voorjaar. Ja, ergens moet de wissel van de wacht gebeuren. En bedoel, het is ook het laatste jaar van Van Vleuten. Dus ik denk nu wel dat het stokje zal worden doorgegeven. Maar het gaat van de ene Nederlandse naar de andere Nederlandse. Ja. Want inderdaad, Vollering die neemt nu enkele seconden, 8 seconden met die bonies op Van Vleuten. Ze heeft Van Vleuten een klein beetje gelost op die klim daar in Rodez. Maar dat is eigenlijk logisch. Logisch, ja. Ja. Ik bedoel, dit is niet de klim die Van Vleuten wil. Ja. En ik vond het eigenlijk zelfs dat ze meer deed dan de schade beperken. Dus
Ik zou er zeker en vast geen conclusies aan vastknopen. Integendeel, ik denk dat Van Vleuten echt wel goed is. En ja, de Tourmalet, dat ligt daar natuurlijk veel beter dan, dan dit soort explosief gedoe. Mm. Ja, dan zullen we zien. Hè. Ze moeten elkaar toch zien kwijt te geraken. Nee, ik weet niet of... Enfin, ik denk niet dat er veel verschil gaat zijn. Ook zaterdag niet. En ja, dan komt het neer op die tijdrit van toch 22 kilometer, dacht ik, in Po. Dus... We hadden toch nog een spannende ontknoping. Maar dat dachten we bij de mannen ook. En daar was het uiteindelijk toch 7 minuten. Dus, ja. Who knows. Ja. Ja. Maar je gaat er in elk geval je huis niet op verwedden? Nee, zeker en vast niet. Zeker en vast op, niet. Op één van de twee. Nee, als we het seizoen een beetje overlopen van Vleuten. Ja, dat voorjaar was niet zo goed. Ze had gezegd van, ik focus meer op mijn explosiviteit. Of ik heb iets meer in mijn trainingen op explosiviteit gefocust. En dat is er niet echt uitgekomen. Hè. Bon, vorig jaar natuurlijk eerder de klimklassiekers. Maar daar veegde Vollering eigenlijk de vloer aan met haar. Ja, ja, maar daar zou ik toch ook weer niet al te veel conclusies aan verbinden. Ik bedoel, Van Vleuten is echt wel gefixeerd op die Giro die ze gewonnen heeft. Die heeft ze gewonnen. Hè. En de Vuelta... En nu de Tour die er nu zit aan te komen, dat zijn echt de twee wedstrijden, die, enfin, toch zeker de Tour, die wil ze absoluut winnen. Ja, ja, ja. En ik denk dat we nu wel de beste van Vleuten zullen zien. Maar of dat volstaat om de handschoen te kunnen opnemen tegen Vollering, ja, dat moeten we nog afwachten. Hè. Want inderdaad, Van Vleuten is in 5 rondes, grote rondes dan bij de vrouwen, ongeslagen. Demi Vollering is er nooit in geslaagd, maar er wordt wel gezegd in de Vuelta in mei dat... Ja, Vollering eigenlijk de morele winnaar was, want daar was een plasincident. Inderdaad, was een plasincident. Leg eens uit, het was Van Vleuten die... Ja, ja, Annemiek zegt, ja, we waren al vol aan het koersen en Demi die moest de sanitaire stop maken. Ja. Ja, in tegenstelling tot de mannen kunnen zij dat niet al fietsend uiteraard. Nee, dus dat is... dat gaat gepaard met meer tijdverlies. En net op dat moment is de koers ontploft. Kan je dat Van Vleuten verwijten? Het zou makkelijk zijn. Hè? Als je op een cruciale fase komt en je zegt als leider, oké, plaspauze. Ja, even plassen, ja. Ja, dan... Ja. Dan is, goh, het zijn moeilijke discussies eigenlijk, ja. Maar in elk geval, ze hebben beide wel een reden om, of een bijkomende reden om de andere te verslaan. Ja, om de puntjes op de i te zetten of om revanche te nemen. Ja, ik ken het huishouden nu niet zo vreselijk goed in Nederland, maar ik kan me wel inbeelden dat Vollering en Van Vleuten niet de beste vriendinnen zijn. En dat is ook logisch, want ze zijn mekaars grootste concurrenten in een bepaald segment. Dus dat, het is ergens logisch dat ze... Ja, dat ze niet supergoed overeenkomen. Ja. Lotte Kopecky, dus in het geel, mogelijk tot de Tourmalet, ook een etappe gewonnen en inderdaad een aantal podiumplaatsen erbovenop. Maar er is nog een landgenote die van zich heeft doen spreken en voor velen eigenlijk een openbaring, hè, die haar misschien nog niet echt kende, in Montignac-Lasco. Mm. Daar ijzo na won Julie van der Velde na een onwaarschijnlijke etappe, onwaarschijnlijke breakaway waarin zij zat, 60 kilometer voorop gereden en dan sneuvelt ze in het zicht van de meet. Hè. Iedereen leefde ermee mee, jij ook? Jawel, en zelfs Lotte. Hè. Lotte die eigenlijk de spurt aantrekt voor Lorena Wiebes en eigenlijk degene is die Julie van der Velde het nekschot geeft. Dus ja, die vond het ook vervelend. Maar bon, dat is koers. Het is in de Tour ook maar één keer gebeurd dat de Asgreen-rit, waar Kampenaars ervoor zorgt dat de peloton niet kan terugkomen. Dus het gebeurt zeer zelden dat een peloton zich misrekent. Gelukkig gebeurt het wel en hebben we het ook in de Tour bij de mannen gezien. Maar bij Julie van der Velde gebeurde het niet. En Julie stond er ook alleen voor, hè? 60 kilometer. Ja. Ik vond het al fantastisch hoe dat ze reed. En het is inderdaad sneu om teruggenomen te worden op 300 meter van de finish. Dan vind ik dat je beter op 30 kilometer van de finish wordt teruggenomen. Ja. Dan is er minder, zijn er minder regrets eigenlijk. Ja. Nu wordt ze echt teruggepakt in de laatste rechte lijn. Maar ja, dat lag in de lijn der verwachtingen. En als dat een nobel onbekende Franse renster is, dan gaan we er ook niet echt veel aandacht aan besteden en zeggen van inderdaad, het is logisch. Nu was het een Belgische, dat maakt het jammer voor ons, maar nog veel meer voor haar uiteraard. Ja. Maar uiteindelijk was ze ook wel tevreden, want ze had de bolletjes trui, ze had de prijs voor de strijdlust. En het was nooit haar bedoeling om voor de ritzegen te gaan. Ze was er eigenlijk stoemelings in die positie gekomen. Dus
echt een grote verrassing was het niet. Hè? Maar wel jammer, uiteraard. Ja. Maar het feit dat ze natuurlijk in het zicht van de meet, dat het zo heroïs is dat ze verliest. Eigenlijk, ze verliest op de schoonst, de wreedste, maar ook de schoonst mogelijke manier. En de manier die wij ons allemaal zullen herinneren. Ja, voilà, het is dat dus. En het heeft daar ook de prijs van de strijdlust ook nog eens opgeleverd. Hè? Anders was dat misschien ook niet het geval als ze op 30 kilometer van de streep gegrepen geweest. Who knows? Nee. Ja. Bevestig ook nog maar eens... Hè, dit is Phoenix Elegant, dacht ik, de ploeg waar Julie voor rijdt, waar ook Yara Kastelein voor rijdt. Want dat is dus eigenlijk de vrouwelijke tak van Alpecin de Koning, dus van de broers Roodhoofd. En ja, ze winnen 4 toeretappes bij de mannen, ze winnen nu ook alweer een etappe bij de vrouwen. Dus ja, bewijs nog maar eens wat voor een fantastisch werk daar geleverd wordt. Hè. Ja, heel goed bezig. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider... we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Goed, zaterdag hebben we dus die Tourmalet-rit. Maar er is nog koers zaterdag. Hè? Dus los door de Tour de France FAM, die we uiteraard gaan blijven volgen, want het is zeer beklijvend, wordt er ook nog een koersje gereden, dacht ik, ergens. Ja, Klassica, gaat er naartoe. Ja, de Klassica San Sebastian. Ah, bon. dat is de tweede keer in 1 maand tijd dat ik in San Sebastian zal zijn. Want ik was er ook toen de Tour eraan kwam. Ja, ja, ja. De rit gewonnen door, moeten we goed zien, Victor Laffey. Hè, met de drinkbus die Wout van Aert daar weggooide. Ja. Nu zaterdag is het de Klassica. En kijken we ook naar uit. En dan, denkbaar Remco Evenepoel. Hè. Uiteraard. Twee keer gewonnen. En dan... 1 keer is hij zelfs niet doorgegaan, dus ik denk dat hij van de laatste 3 edities de 2 wint eigenlijk. Ik durf het nu niet van buiten zeggen. Ja, zo is het. Maar het was al sinds zijn eerste grote zegen en vorig jaar was ook heel indrukwekkend hoe hij wegreed van Sivakov, Benoot. Ik dacht dat Carlos Rodriguez er toen ook nog ergens tussen hing. Ja. Dus het is een parcours dat hem echt op het lijf geschreven is. Maar het is natuurlijk altijd de vraag van hij komt van hoogtestage en heeft natuurlijk sinds het BK geen koers meer gereden buiten zijn eigen fietstocht. Maar dat was geen koers uiteraard. Daar was ik bij. Daar was jij eventjes bij. Toch in zijn wiel. Maar dan ben je gedemereerd. Nee, dan ben ik afgehaakt, moet ik zeggen. Dus het is natuurlijk even afwachten. Hè. Maar vorig jaar was dezelfde, een vergelijkbare situatie. Ik kwam hij ook terug van hoogtestage. En dat was hij ook meteen goed. Dus ik ga er wel vanuit dat hij zaterdag heel goed zal zijn. En dat hij de tegenstand is doorgaans komt van de mannen die de Tour hebben gereden. Die goed gerodeerd zijn. Ik zag bijvoorbeeld de selectie van AG2R met Felix Kal en met Ben O'Connor. Dus mannen die in de derde toerweek toch bewezen dat ze echt wel goed zijn. Dat type renners zullen de belangrijkste tegenstanders worden van Remco. Maar we gaan nu niet zeggen dat we ervan uitgaan dat hij zal winnen. Want wielrennen is natuurlijk iets complexer dan dat. Ja. Maar hij is zeker aan de topfavoriet. Ja, want eigenlijk wat... ze hadden bij Quickstep, eventjes een moment van zinsverbijstering, bij Quickstep houden ze enorm vast aan die voorbereiding die gelukt is. Dan waarschijnlijk, neem ik aan, dat ze ook wel fine-tunen op basis van gegevens van vorig jaar. Maar in hoofdzaak is dit eigenlijk een beetje de aanloop van vorig jaar. Hè. Toen deed hij dat ook, hè, met die wereldkampioenschap Vuelta. Ja. En daarvoor die Clásica San Sebastián na een hoogtestage om te zien of het lukte. Dat is eigenlijk misschien wat de bedoeling toch van hen. Hè? Ja, met dit verschil natuurlijk met dit verschil dat het wereldkampioenschap nu tussen San Sebastian en de Vuelta valt. Wat natuurlijk een heel groot verschil is. Hè. Ja. Maar het is duidelijk dat ze een beetje het seizoen van vorig jaar hebben proberen te kopiëren. Is natuurlijk een groot woord. Maar het klopt natuurlijk ook niet helemaal wat we zeggen. Want vorig jaar is hij dan na... Luik Bastenakelaak, heeft hij niet de Giro gereden zoals hij dit jaar deed. Heeft hij wel Zwitserland gereden. Het is natuurlijk geen perfecte kopie van vorig jaar. Maar, nee, maar ik wil zeggen, het tweede deel van het seizoen is wel vergelijkbaar. Ja. En dan kwam nog het nieuws dat blijkbaar Patrick Lefevre ook een priceless gezicht heeft doen trekken. Namelijk dat Jonas Vingegaal ook in de Vuelta zal starten. Straf, hè? Heb je toch weer prachtig uitgesproken, hè? Vingegaal. Ja, inderdaad, straf. Ik
dit zagen we niet aankomen. Nee. Want... Ja, eventjes voor de mensen die dat zouden gemist hebben. Je moet vooral je ogen sluiten en het je visueel voorstellen. Richard Plugge, de grote baas van Jumbo-Visma, die heeft persoonlijk aan Patrick Lefevre gezegd. Patrick, ook Jonas Vingegaal zal in de Vuelta starten. En dan zei Plugge, ja, het gezicht van Lefevre was priceless. Ik kan mij voorstellen dat hij wel geschrokken zal zijn van, oeh, die er ook nog bij. Ja. Straf, hè? Ja, wat, allez, bij ons hetzelfde. Hè. Het was zondag en ik was aan het werken. En Wim Vos die was in Parijs aan de start van de laatste etappe. En die vroeg zo van, die stuurde zo een berichtje in onze WhatsApp-groep van, is dat eigenlijk al geweten dat Vingegaard de Vuelta rijdt? Ik zei, nee, dat is het eerste wat we ervan horen. Dus dat was zoiets van, is dat nu echt waar? Gaat hij nu de Vuelta rijden? En dan dachten we in het begin van, ja, het zal zijn om Roglic te helpen. Maar nee, als mede kopman. En Chris Froome heeft het gekund in 2017. Dus ik acht Vingegaard ook wel in staat om de dubbel te realiseren. Je mag ook gewoon Vingegaard zeggen of Vingegaard. Jonas. Ik hou bij Jonas. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk gaat hij een beetje mee als joker. Hè? Want er is natuurlijk Roglic die zich specifiek op voorbereid heeft. En ja, het is een extra ijzer in het vuur. Vingegaard zei zelf ook van het allerbelangrijkste is dat we met de ploeg winnen. En de bedoeling is dan eigenlijk om als ploeg Jumbo-Visma 3 grote rondes in één seizoen te winnen. Hè? Want de Giro en de Tour hebben ze al met Roglic en Vingegaard. Dat zou straf zijn wel, hè. Dat is nog nooit gebeurd, dus... voor mij zijn zij... In het mannenwielrennen is het nog nooit gebeurd. Ja, maar voor mij zijn zij effectief wel de topfavorieten. Ja. Meer nog dan Remco, omdat het blok Jumbo-Visma zal zwaarder wegen dan het blok Soudal-Quickstep. En ik vrees dat de strategie die ze hebben toegepast... om Pogacar op de knieën te krijgen, dus echt een afmattingsstrategie, dat ze die misschien ook wel zouden kunnen toepassen in de Vuelta. En dat ze echt elke rit zullen gebruiken om steen per steen de muur te slopen. Ja. Anderzijds, Lefevre, die zegt dan van ja, 2 hanen op 1 erf, die hoopt dan dat een beetje vrevel gaat opleveren en dat Evenepoel daar zou van profiteren. Geloof je daarin? Nee. We hebben ook in de voorbije ronde hebben gezien dat interne people management betreft, dat Jumbo-Visma echt wel op een heel hoog niveau werkt, dat iedereen voor iedereen rijdt. En we hebben het geval in San Sebastian gehad, waar dat iedereen zei van Vingegaard moet de spurt aantrekken, van Jonas moet de spurt aantrekken, of moet een inspanning leveren in dienst van Aert. Ja, wij maken daar spel van, maar zij hebben daar intern nooit spel van gemaakt. Dus bewijst dat die groepsdynamiek daar enorm goed zit en dat zij echt wel voor elkaar willen rijden en dat zij ook alles accepteren van elkaar, ook samenspraak met de ploeg natuurlijk. Want... Het zal natuurlijk ook schelen, Vingegaard heeft die Tour gewonnen, ook dankzij de teaminspanning. Ja, die Vuelta klinkt een beetje oneerbiedig voor een Vuelta, maar het kan een extraatje zijn, maar het hoeft eigenlijk niet. Allee, zijn seizoen is geslaagd, hè, sowieso. Ja, zijn seizoen is geslaagd, maar hij is nog jong en hij is, denk ik, toch nog altijd vrij hongerig. Dus hij laat bijvoorbeeld ook het WK links liggen. Ja, nu blijkt wel, hè, want we hebben dat nog gezegd, dat WK tijdrijden, die tijdrit hij wint in de Tour, van ja, toch straf dat hij dat WK niet rijdt, maar nu komt wel de aap uit de mouw, want blijkbaar was het wel al een idee van in de winter om die Vuelta te rijden. Dus dat verklaart toch wel even als verklaring meegeven. Absoluut. Ja. Ik zal niet schrikken als hij de Vuelta wint. Ja. Oké, heel straf allemaal. Jij vertrekt dan San Sebastian, maar dan jij moet eigenlijk je koffer niet meer uitpakken, bij wijze van spreken. Of misschien tussendoor een klein wasje doen, want jij vertrekt maandag dan ook alweer naar de volgende bestemming. En die is? In het iets minder warme Glasgow zullen we dan terechtkomen. Voor het WK. Hè? Voor het WK op de weg, ja. Enfin, nee, het Super WK. Super WK, ja, leg eens uit. Wel ja, het is dus voor de eerste keer. Ze willen dat voortaan om de 4 jaar doen, denk ik. Enfin, zo, dat is UCI. Dus een Super WK organiseren waarin eigenlijk alle disciplines van het wielrennen aan bod komen, behalve het veldrijden, omdat dat ja, 's winters moet. Dus wij hebben niet enkel een WK op de weg, maar ook op de baan, ook BMX, ook mountainbike, ook de indoor cycling, het cyclobal en het kunstschaatsen op de fiets, denk ik, dat ze zo pirouettes liggen maken. Dat is ook voor mij een onontgonnen terrein. En ook voor de Paralympische disciplines komen er ook allemaal aan bod. Dus echt alles samen. Ja, absoluut. En wat is een beetje
programma in grote lijnen? Wanneer valt de wegrit vergeleken met de andere disciplines, de baan? Wel, de wegrit bij de mannen die is op 6 augustus. Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste zondag. Ja. De tijdrit is dan, dacht ik, op donderdag. Bij de vrouwen is het dan weer... Was dat niet vrijdag? Kan ook vrijdag zijn. Ik ken het nog niet van buiten. Ja. Er is elke dag wel iets te doen. Hè. En er zullen ook competities elkaar overlappen. Dat je overdag weg hebt en dat je s'avonds de baan hebt. Mountainbike is dan bijvoorbeeld weer heel laat. Dat is 13 augustus. Ja. Waar dat we toch ook weer uitkijken naar Mathieu van der Poel. En Pidcock, dacht ik ook, die er gaat starten. Mathieu, die er ook zijn selectie voor Parijs nog hoopt af te dwingen. Dus ja, het is een heel, heel druk programma. Maar die WK-wegrit die valt dus vrij vroeg op de eerste zondag. Die valt inderdaad vrij vroeg. Ja, ja, ja. Ja, vrij vroeg, ook voor de jongens die natuurlijk de Tour gereden hebben, die nog criteriums aan het rijden zijn, die papa geworden zijn, om maar een wild voorbeeld te geven. Ja. Wanneer komt die Belgische delegatie dan aan? Jij reist op maandag, maar dus zondags 6 augustus is de wegrit. Wanneer komen zij aan? Als wij goed geïnformeerd zijn, zal dat op woensdag zijn. Ja. Ja, oké. Okay. Dus het is voor de renners niet. Hè. Zij vliegen, maar voor de federatie is het een toch wel een heikele onderneming. Omdat Glasgow is Groot-Brittannië, is geen lid meer van de Europese Unie. Dus alles moet gedeclareerd worden. Dus zij moeten... het is zo'n speciale naam, maar dus... Het is alsof dat je naar het heel verre buitenland reist. Ja, ja. Dus elk... Alles moet echt aangegeven worden. Het ATA-test noemen ze dat, dacht ik. Het is... Ze omschrijven het bij de bond als een... toch wel een uitdaging om alles... Plus, het is natuurlijk ook heel veel materiaal. Hè? Dus alle disciplines vallen tezamen. Dus er moeten fietsen voor wegrenners, voor baanwielrenners, voor mountainbikers, voor BMX'ers. Dat moet nu allemaal verscheept worden richting Schotland. En dat is inderdaad toch wel een heikele onderneming. Ja. Grote vraag is nog van Tadej Pogacar, die in principe... Is die daar niet voorzien? Of we hebben daar toch geen informatie van? Maar er is ook nooit gezegd dat hij niet gaat rijden. Ja. Hè? Maar er kwam het nieuws, of Pogacar heeft dat zelf wereldkundig gemaakt, dat hij zijn beste drempelwaarde ooit, dacht ik, in de laatste rit van de Tour, wat wel straf is natuurlijk, want in principe ga je ervan uit dat renners gedurende de Tour vermoeid geraken en dat eigenlijk het globale niveau van het peloton naar beneden gegaan is op het eind van de Tour. Natuurlijk die drempelwaarde, het is ook maar één waarde. FTP is dat. Mm. De wieleramateurs onder ons zullen dat wel kennen. Dat wordt nu als een belangrijke maat voor je fitheid, je conditie, waarop dat je heel veel trainingen ook kan baseren enzovoort gezien. Dus het is ook maar wat het is. Maar het was precies toch om een signaal te geven zo van Pogacar, van hey, ik ben hier in vorm. En onmiddellijk, iedereen denkt dan ook van wow, met die conditie... starten in Glasgow, zou je daar iets kunnen uitrichten? De Pogacar die we gezien hebben in de voorlaatste toeretappe dan? Ik kaat de vraag terug. Is er een parcours waar we niets moeten verwachten van Tadej Pogacar? Herinner u de Kassei-etappe vorig jaar in de Ronde van Frankrijk? Ging hij ook voor het peloton uitrijden samen met Jasper Stuyven? Dus zelfs als hij Parijs-Roubaix start, zal hij... een kans maken. Uiteraard kan Pogacar. Het is een technisch parcours met heel veel korte klimmetjes. Ik heb het nu over het lokaal circuit in Glasgow. Dat zijn twee zaken die jij perfect beheerst. Hè. Het korte explosieve werk en technisch, stuurvaardigheid, heeft hij ook weinig lessen te leren. Dus als hij start? Favoriet. Favoriet. Dan krijgt hij een paar sterretjes van jou. Dan krijgt hij zeker een paar sterren van mij, absoluut, ja. Ja. Maar echt een van de topfavorieten onmiddellijk, ja. Ja, waarom niet? Ik bedoel, het is wel tijd dat hij Pogacar heeft ook... Ja, de verstoorde voorbereiding, bla bla bla. Ja, maar een van die element dat wordt aangegeven om die goede waardes te verklaren, is net die verstoorde voorbereiding. Dus dat hij nu eigenlijk nog beter en beter aan het worden is... Wat misschien eigenlijk nog wel best logisch is. Ik bedoel, zijn basis was iets smaller, maar door de Tour te rijden heeft hij die basis denk ik wel verbreed. En zou het mij niet verbazen mocht hij in
Glasgow nog beter zijn. Dus ja, als hij start, is hij zeker favoriet. En ik twijfel geen seconde aan dat hij zijn deel zal spelen in het wedstrijdverhaal. Ja, ik voel zo aan mijn dikke of kleine teen dat hij gaat starten. Ik weet niet, dat bekendmaken van die drempelwaarde, het feit dat er inderdaad een beetje mist rondhangt, dat hij nooit gezegd heeft van ik start niet de hele Tour. Ik zou ook niet weten waarom hij niet zou starten. Ja, je kan het eigenlijk omdraaien. Ja. Ik bedoel, waarom... voor hem staan er denk ik ook niet meer zoveel doelen op het programma. Nee. De Vuelta zal er wel niet rijden, zeker? You never know, dat dachten we van Vingegaard ook. En, ja, only God knows, zo Patrick Lefebvre. Ja, inderdaad. Dus ja, als hij... Misschien moeten ze het bij UAE ook... in persoon aan Patrick Lefebvre zeggen. Misschien is zijn gezicht dan weer priceless. Priceless. Ja. Dus het is de week van de priceless gezichten. Ik zou alleszins, mocht ik Pogacar zijn, het wereldkampioenschap rijden. En wat hij dan nog verder op het programma gaat zetten. Ik vermoed dat hij Lombardijn is ook wel een koers die hem ligt. Ze zijn natuurlijk vorig jaar gewonnen. En er werd ook al gezegd van... Misschien dat hij een iets langere winter wil, Lombardij niet, of we zien het kan wel. Misschien die Canadese koersen nog komen doen, of Kolskamp, waarom niet? De criteriums in Aalst heeft hij bijvoorbeeld afgezegd. Ja, ook dat wordt als een veegteken gezien, of een positief teken zal ik dan maar zeggen, richting WK. Hè, dat hij, ik... We nog geen foto's zien opduiken dat hij ergens op een of ander strand ligt. Nee. Dus ja, het is nog even afwachten. Hè. Maar ik ga er toch vanuit dat je er al bij zijn. Ja. Guy, amai, het is een heel interessante wielerweek. Tour de France Femme. Dan uiteraard de Clásica San Sebastian. Dan dat uitkijken naar het WK, de speculaties. Ja, geweldige, geweldige wielertijden alweer. Absoluut. En morgen nog een keer van Herentals. Dus. Jasper Philipsen, Wout van Aert. Dat wil jij niet missen? Jawel, ik kan dat wel missen. Je gaat het missen. Ja, ik vertrek vrijdag nog wel vroeg. Ah, ja, dus, dat is waar. Guy, ik ben toch blij dat ik jou nu nog in de studio heb kunnen hebben. Ik zou zeggen, goede reis. Pak je koffers. Misschien nog een wasje doen ergens. Het staat op het programma, ja. Oké. Okay. Beste luisteraar, ik maak graag een afspraak met jullie ook volgende week, want dan zijn we er weer. Tot dan, tot de koers is van ons. En regardez, Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Ouais. Yo, Pogacar. La petite vote de Pogacar qui sort large. Ouais, c'est le chute de Pogacar.